Ruim een half jaar na de opening van de botenloods in Andijk vond op 17 juni jongstleden de heropening van deze hal plaats. Net als bij de opening in november was ook nu de commissaris van de Koningin de Wit gevraagd de openingshandeling te verrichten. Pardon, hey, sorry. Op 1 januari van dit jaar ging de toen nog gloednieuwe botenloods in vlammen op. De herbouwde loods is nagenoeg identiek aan de in januari verbrande hal. Tijdens zijn toespraak sprak de heer De Wit zijn bewondering uit over de snelle herbouw van de loods. Onder het genot van een drankje werd in een ontspannen sfeer de heropening van de botenloods gevierd. In Venhuizen werd voor de 15e keer de 40mm gehouden. 2345 sportievelingen deden een poging de 40.000 meter mars al wandelend tot een goed einde te brengen. Het weer zat dit jaar mee. Mede door deze goede omstandigheden liepen maar liefst 1716 mensen de volle 40 kilometer. Bij zo'n lange tocht zijn blaren haast onvermijdelijk. Ze werden zorgvuldig behandeld bij de EHBO-posten die regelmatig langs de route te vinden waren. Groot en klein liep mee voor het goede doel, de derde wereld. Voor een gemiddelde van 3,48 gulden per kilometer werd die dag een totaalbedrag van 286.207,84 gulden bij elkaar gewandeld. ...25 mei 1988. Ter gelegenheid van de opening van de kabelkrant zijn burgemeesters van de aangesloten gemeenten en vele andere genodigden in Bovenkaspel bijeen. De presentatie van deze avond werd verzorgd door Hans Otjes. Want het is natuurlijk een hele leuke gebeurtenis dat wij allemaal van TV-krant gaan worden voorzien. Als eerste kwam de burgemeester van Medemblik aan het woord. Ik heb alle vertrouwen in dat u met elkaar als kabelkrant mensen van redactie tot technische mensen in staat bent om die zaak goed te verzorgen. En de reden erop dat we van uw kant in de komende tijd alleen maar goede zaken kunnen verwachten. Heel veel succes met het initiatief. De burgemeesters van Medemblik en Enkhuizen, die later de openingshandeling zouden verrichten, wensen de kabelkrant een goede toekomst. Al zette burgemeester Kraaienbrink wel enkele kritische kanttekeningen bij het nieuwe fenomeen. Alleen in de tijd van deze tijd, daar willen we niet onderuit, daar kunnen we niet onderuit. En dat is iets waar wij gebruik van moeten gaan maken. Ik wens op deze plaats namens de drie gemeenten de kabelkrant een goede toekomst toe. Omdat ik van mening ben dat de nieuwsvoorziening in West-Friesland ermee gediend is, dat naast de gewone krant toch een andere krant bij komt. En ik hoop ook dat beide kranten. Na alle toespraken kon het aftellen beginnen. 3, 2, 1, klaar! Ja! Voor alle drukken! Wij vroegen directeur Kessler wat de mensen van de kabelkrant kunnen verwachten. Wat ze kunnen verwachten in de kabelkrant is dat ze daarmee een snel, kleurrijk en informatief medium erbij hebben gekregen. Kleurrijk is natuurlijk heel leuk voor het oog en maakt ook een heel verzorgde indruk. Is prettig om naar te kijken, maar het gaat natuurlijk voornamelijk om het informatieve. Om nog even het telefoonnummer te zeggen, is 022-80-15939. Bel onze redactie en alle verenigingen die krijgen de mogelijkheid om belangrijke berichten die hun vereniging aangaan,
om die op de kabelkrant ook geprojecteerd te krijgen. En ik denk Wat kost dit? Kosten. Dat zal u misschien heel vreemd in de oren klinken, maar dat kost helemaal niets. Jazz Around the Kolk, een jazzgebeuren in Stedenbroek. Burgemeester Haanstra opende het muziekfestival met 3 ferme tikken op de grote trom. 1, 2, 3. Daarna ging het 3 dagen durende festival van start. Dankzij zo'n 10 orkesten werd het in Stedenbroek een swingend lang weekend. Zowel voor de streetparade als voor de kroegentocht en het katerconcert was lekker veel publieke belangstelling. Wij vroegen een van de organisatoren, Ruud Peerdeman, naar zijn eerste indruk. Het loopt vrij redelijk. Wij streven ernaar om niet te veel kaarten te verkopen, want wat wij erg graag willen is ook de echte sfeer van vroeger, in New Orleans is de jazz geboren, te laten herleven. Dus wij willen graag dat die sfeer niet te opgepept raakt. Dus wij willen graag een normaal gevulde zaal, maar meer niet. Een beetje gezellig. Een beetje gezellig blijven, ja. Op 19 juni, s'avonds 22:55, werd de brandweer van Wervershoofd gealarmeerd, later bijgestaan door de korpsen uit Andijk en Ledenblik, voor een grote uitslaande brand bij Drank en Halweel. In korte tijd gingen 2500 vierkante meter loodsen met alles erop en eraan in vlammen op. Schade 3,5 miljoen, oorzaak tot op heden onbekend. Dankzij de firma Van den Berg en de firma Botman, want een goede buur is beter dan een verre vriend, functioneert de firma Weel op dit moment weer uitstekend.